Afgelopen tijd probeer ik wat meer aandacht te besteden aan mijn eten. Gaat de goede kant op, ik ben er nog lang niet, maar ik ben tevreden. Vandaag wil ik iets met kip gaan doen. Ik kwam kip Siam tegen, daar heb ik heel veel zin in. Een beetje rijst, lekker sausje en smullen maar. De laatste keer mocht ik weer op kantoor werken. Ik heb heerlijk genoten een aantal weken tot de volgende coronacrisis er weer aankwam. In die tussentijd is mijn zoon naar een andere locatie toegegaan en heb ik het mijn huis weer voor mezelf gekregen. Langzaam ben ik het weer aan het opknappen en kan ik weer lekker thuis werken. En het gaat heel goed. Ja, nooit beter gevoeld eigenlijk. De laatste 2-3 maanden. Het gaat ontzettend goed. Maar er is ja, corona is voor mij is even een dipje geweest om mezelf aan te passen. Ik merk dat ik nog niet altijd even goed voor mezelf zorg. Dus wat voor mij belangrijk is, is dat ik een soort van nieuw evenwicht ga vinden. Dat ik een andere manier van bewegen ga krijgen. Wat meer regelmaat in mijn leven en ritme in mijn leven. Wat ik vast ga houden van deze tijd is behoorlijk mijn eigen gevoel volgen. En dat betekent dat als ik behoefte heb aan contact, aan mensen om me heen, dat ik dat ook ga opzoeken. Maar dat ik het ook heerlijk vind om hier mijn eigen tijd ook in te kunnen delen. Ik vond het in het begin een beetje vreemd. Dat ik was gewend om 7 uur 's ochtends te beginnen met werken en tot 4 uur door te gaan. Maar zo nu en dan lig ik wat lang in mijn bed en dan begin ik om 9 uur en dan... Nou, begin langzamerhand de vrijheid te ervaren om er ook even tussenuit te gaan overdag en dan 's avonds even langer door te werken. Dus ik denk die vrijheid om binnen de grenzen die gegeven zijn om mijn werk te kunnen doen, ja, dat ga ik wel volhouden. Zweefvliegen voor mij, ten eerste is een stuk vrijheid. Een van de redenen waarom ik begonnen ben met zweefvliegen is omdat ik mijn comfortzone wil uitbreiden. Dat betekent een beetje meer uit mijn hoofd, een beetje meer in mijn lichaam, een beetje meer emotie erbij. Ik heb heel lang in mijn leven een soort van benauwdheid gevoeld, het idee had van ik kan niet ademhalen. En door het vliegen gaat het langzamerhand ontspant dat wat meer, dus het geeft ruimte in mijn hoofd. Daar word ik blij van en dan merk ik van hey, dit is goed voor mij, dit is lekker. Wat ik geleerd heb over mezelf is, ik ben Azuëris, ik heb mijn eigen ervaringen en gevoelens. En ik heb heel lang heb ik daar weinig tot geen aandacht aan besteed. En ik merk dat als ik probeer te zijn wie ik ben en steeds meer terug probeer te vinden zoals ik vroeger ook was, dan voel ik me fijn. Maar ook dan gaat samenwerken met collega's gaat goed. Ben ik ontspannen? Krijg ik de resultaten die anderen van mij verwachten en soms meer dan dat. Ik denk dat tot corona dat ik een beetje gedwongen ben om daarover na te denken en ook te handelen. Dus gewoon lekker de vrijheid pakken. Doen waar ik goed in ben, wat ik leuk vind, waar mijn kwaliteiten liggen. En ja, dat is eigenlijk alleen maar heel erg leuk. Dus ik heb gewoon drie maanden lang heb ik dat steeds meer ervaren.